Er wordt met man en macht gewerkt aan een structurele oplossing. Dit zegt districtscommissaris van Saramaka, Shireen Bamsi Durga, desgevraagd als reactie op de situatie binnen haar resort. Diverse gebieden, waaronder het zuidelijk deel van Criola, liggen vanaf afgelopen vrijdag onder water. De realiteit is volgens de burgermoeder dat de regering met beperkte financiële middelen zit en daardoor niet binnen de kortste keren tot een structurele oplossing kan geraken. Desondanks worden de bewoners van de getroffen gebieden voorzien van de nodige middelen om in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Ik ben wel dieper. Vol hem. Kom. Er zijn toch nog mensen in het woongebied. Wat ze voor nu, waarvoor ze nu behoeftig zijn, zijn sowieso levensmiddelen, water. En sanitaire voorziening. Wat sanitaire voorziening betreft is een DNA-lid ingekomen met 10 mobiele toiletten. Dus die zijn nu ook op locaties geplaatst. Gisteren zijn we de hele dag bezig geweest met Surswam NV om te kijken waar we nog eventueel wat dammen konden verhogen. Hebben we dat gedaan waar we even konden... nieuwe dammen konden aanleggen, hebben we dat gedaan, vooral waar het water vanuit de rivier richting woongebied stroomt. Het resort Criola grenst aan de Saramaka rivier. Volgens technici komt het probleem van overtollig rivierwater tenminste 2 keer per jaar voor. De huidige situatie heeft zich volgens buurtbewoners weliswaar niet eerder voorgedaan. Velen van hen zijn gezien de huidige situatie niet in staat hun werkplek te bezoeken. Surswam NV heeft op verzoek van het commissariaat ondersteuning geboden. Volgens president-commissaris Pratap Bisumbar bestaat er inderdaad een link tussen wateroverlast in het binnenland en de huidige situatie in Saramaka. Wat we wel merken, wat we wel zien, is dat vanaf afgelopen zaterdag dat het water van de Saramaka rivier continu stijgende is. Dus hoe ver het nog gaat stijgen, dat weten we nog niet. Het is het water van onze binnenlanden, waar het dus toch redelijk veel geregend heeft en waar een aantal dorpen onder water zijn. Dat water trekt nu richting noordelijke kant. En dan moet u begrijpen, het moment dat het richting noordelijke kant trekt en we hebben extreem hoge zeestanden ook, omdat we natuurlijk een zeespiegelstijging mondiaal hebben over de hele wereld. Maar we hebben nu op dit ogenblik onze volle maan, waarbij we dan tijdens de maanstanden, de volle maanstanden, dat we dan hogere standen in de zee hebben. En het zeewater dat landinwaarts komt en het regenwater, overtollig regenwater, dat het land wil uitstromen richting noorden. En dan botsen die twee tegen elkaar. We hebben die kentering. En op basis van die kentering is het gevolg dat het dus stijgt. Het staatsbedrijf heeft enkele kleidammen kunnen aanleggen als tijdelijke oplossing. Deze hebben weliswaar niet overal het gewenste effect. Diverse buurtbewoners zijn niet te spreken over de verrichte werkzaamheden. Ze zijn van mening dat de regering meer vaart moet zetten om tot een duurzame oplossing te geraken. Dit omdat het probleem reeds jaren bekend is bij de autoriteiten. We trekken continu aan de bel. Naar de regering toe, naar instanties toe. Maar weet je wat er gebeurt? Er is geen open oor voor ons. Als er één woord is, en ik richt me tot de president nu. Als er één woord is dat de president vaak gebruikt, de huidige president, met alle respect, is duurzaamheid. En dat vertaal ik zo. Als je iets doet, doe het goed. Nou, we geven niemand de schuld. Het is niet de schuld van deze regering dat we nu onder water zitten. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van hun om ons te helpen hieruit. Ik val u niet in de reden, hoor. Maar kijk waar we nu staan. U kunt het straks ook inzoomen. Ik ben niet bezig nou te dramatiseren, zaken te verergeren. Maar ik zou ook aan de regering vragen, ook niet te bagatelliseren. Dus dat ze zien als een kleinigheid. Want kijk, als u nou daar kijkt, dan ziet u onze historische, prehistorische pomp gemaakt. Ja, dat dek staat gewoon op storten. Ja, staat in stort. Heeft dat beloofd? Juist. Die pomp van zo'n model als wat we daarin hebben. En we begrijpen de mensen, hoor, wanneer de gemeenschap, wanneer ze zo boos worden. Ja. Maar wat het is, dit is een jaarlijks terugkerend probleem. En we hebben vaak aan de bel getrokken. DC Bansi Durga geeft tot slot aan reeds in gesprek te zijn met president Chandrika Prasad Santokhi. Ook het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding, het NCCR, heeft ondertussen ruim 1000 noodhulppakketten verstrekt.
Bansi heeft eveneens een beroep gedaan op de truckchauffeurs om een bijdrage te leveren. Dit is van belang om de werkzaamheden vlot te laten verlopen. Omdat zodoende de weg verder dan ondermijnd kan worden. Want u ziet, de weg is eigenlijk in feite hier aan weerszijden omringd door water. Plus nog dat water erop. Onderlaag is zacht materiaal, klei. Dus daar hebben we medewerking gevraagd met de zandputhouders. En ze zijn daar eens mee akkoord mee gegaan dat ze de komende periode transport over dit gedeelte van de weg zullen staken.